Hoi, ik ben Michael Reijsker en dit is Hoeveel teammates kan ik me herinneren? Edgar Davids. Edgar en ik spelen al vanaf onze 14e, 13e jaar samen in de jeugdopleiding. Tot nu toe hebben we nog steeds contact met elkaar. We kwamen elkaar voor het laatst bij Sporting weer tegen. Het was, ja, voelde gewoon meteen weer goed. Dus Edgar blijft altijd een soort broertje van me. We hebben hele leuke dingen meegemaakt. Als voetballer was hij één vol met passie. Een echte winnaar, een echte overleveraar. Ik weet nog op de trainingen. Als je dan 1 meter minder liep of 2 meter minder liep, kwam hij al naar je toe. Zeg maar, op het einde van de maand wil je ook je volledige salaris. Dus nu ook volledig rennen. Zo'n overleveraar was het. Het was een fantastische prof. We kunnen er een paar zijn nog. Maar ik denk Luis Enrique. Nee. Pep Guardiola. Pep was bij Barcelona onze aanvoerder. Echte aanvoerder. Kwam voor iedereen op. Gepassioneerd in het spel. Gepassioneerd in de tactiek. En dat zie je ook wel terug hoe hij huidig is als trainer. Als je het moeilijk had, kon je de bal bij hem kwijt. Hij zocht altijd voor oplossingen. Hij had oplossingen in het veld. Fantastisch om mee te spelen. Het is Edwin van der Sar. Edwin, dat is denk ik de beste keeper waar ik mee gespeeld heb. Hij begon ook hier, kwam wat later in de jeugd. We hebben Ajax fantastisch samengespeeld. Je kon altijd van hem, als je voorbij was, hoefde hij nooit een tackle te maken of rood te krijgen, want je wist, van hem kon je op aan. Het was heerlijk om in je rug te hebben, want je wist, als je uit wordt gespeeld en er komt een schot, dan pakt hij de bal. Paolo Maldini. Paolo Maldini is natuurlijk, was voor mij op verdedigend opzicht, keek ik altijd naar hem. En daar heb ik zoveel van geleerd. Natuurlijk zat hij aan de linkerkant. Het was niet mijn beste jaar bij Milan. Maar ik denk als verdediger heb ik dat jaar zo immens veel geleerd dat ik dat in de rest van mijn carrière. Wij wonnen niet met Barcelona, met Real Madrid. En dan moet het Luis Figo zijn. Luis Figo, die was fenomenaal. Ik heb eigenlijk, als back heb je het dan heel makkelijk. Want je pakt een bal af en je levert bij hem in. En het is voorzet en het is bijna altijd een goal. Fabuloze techniek, goede snelheid. Hij wou altijd ook helpen. Vaak zei ik, blijf jij daar. Want dan weet ik altijd dat ik een bal kwijt aan je kan als ik een bal afpak. Clarence Seedorf. Dat was met Barcelona. En met Milan won hij toen. Oh jee. Even kijken. Ah, natuurlijk. Hoe kan ik die vergeten? Oh, die voel ik me heel slecht. Rivaldo. Dat was onze sterspeler. Fantastische vrije trap. Als hij achter de bal ging staan, liepen wij eigenlijk al terug naar de middenlijn. Want dan wist je, het was een goal. Fantastisch schot. Hoe hij, ja.
hoe hij de goals altijd vierde, altijd had wat anders. Echt, ja, dat was fantastisch om mee te spelen. En, ik denk dat hij per jaar 22 of 25 erin schoot en 22 assists. Dus eigenlijk met hem was je al kampioen.